Begin 16e eeuw woonde de Friese boer Pier Gerlofs Donia rustig met zijn vrouw en kinderen in een dorpje vlakbij Harlingen. Hij wilde niets met de strijd om Friesland te maken hebben. Maar in 1515 staken Saxische huurlingen zijn boerderij in brand, waarbij zijn vrouw en enkele familieleden om het leven kwamen. Uit wraak richtte hij een verzetsgroep op, de Arumer Zwarte Hoop. Ze vochten tegen de Saxen en de Hollanders om een onafhankelijk Friesland en gingen daarbij niet zachtzinnig te werk. Donia stond vanwege zijn lengte bekend als Grutte Pier. Zijn enorme zwaard was even lang als hijzelf en volgens de overlevering kon hij hiermee in één slag twee mensen onthoofden. Onder zijn leiding kaapten ze op de Zuiderzee vele schepen en honderden bemanningsleden werden zonder pardon overboord gekieperd. De laatste jaren van zijn leven trok Grutte Pier zich terug in een Friese stad, waar hij op 28 oktober 1520 overleed.